Welkom, welkom, welkom bij deze show, dames en heren. Vandaag gaan we kijken naar de TikToks. De 20 TikToks met de meeste likes. Dit wordt geweldig natuurlijk. En we trappen gelijk af met nummer 20. En nummer 20 is deze TikTok met 21,2 miljoen likes van The Rock. Oh, hij schopt hem. Oh, dit is natuurlijk echt geweldig. Dit is fantastisch. Dit is echt zo leuk en verdient zo de nummer 20 plek. TikToks, je kan er je mening over hebben. En sommige zijn heel leuk en sommige niet. En sommige krijgen heel veel likes. En sommige niet. En vandaag gaan we dus kijken naar de TikToks met de meeste likes, de top 20. Dus we gaan gelijk door naar nummer 19. En dat is deze TikTok in een vliegtuig blijkbaar. Let's go, laten we gaan kijken. Hey, ik zeg je eerlijk, voor TikTok was vond ik hem nog wel grappig. Kijk, ik ben niet de grootste fan van TikTok, aangezien de kwaliteit, zeg maar, van de gemiddelde TikTok hier ligt. En bij YouTube is dat natuurlijk veel hoger. Tot ik neerval in Weeping Woods. Ja, YouTube is veel beter. Dus deze TikTok vond ik nog wel grappig. We gaan door naar nummer 18. Ik ga gewoon mijn mening geven, ja? 21,3 miljoen likes. Voor dit dus. Oké, het is denk ik een soort trickshot. Oké, uit. Hier zit wel moeite in. Dit ziet er wel dope uit. 21,3 miljoen likes trouwens, hè? Geen views. Dit zijn likes. Dit betekent dus echt meer dan 100 miljoen views. Oké, hier zit... Kijk, ja. Oké, nu zit er wel heel veel tijd en werk in. Dit vind ik wel tof. Dit vind ik zeker tof. Dit gaat wel heel lang door. Jezus, man. Ik heb er nu al gewoon geen zin meer in om naar te kijken hoe lang gaat dit door. Wanneer stopt dit? Jezus, we moeten echt die 10 minuten halen, of niet? Yo, oké. Ja, nog een autootje. Is dit een video van een uur of zo? Oké, een vliegtuig. Leuk, ja. Ja, oh, het is nog niet voorbij. Oké, ja, dat was het. Weet je, echt voor TikToks, hij verdient het. 21,3 miljoen likes, hij verdient het. We gaan door naar de volgende. Dit wordt leuk. 22,3 miljoen likes, plekje nummer 17. Let's go. Ja. Kijk, waarschijnlijk is het heel knap, maar... 22,3 miljoen. Oké. Dat ze zeg maar, denk ik, meer dan 140, 50, iets van 150 miljoen mensen die dat gekeken hebben. 150 miljoen, dames en heren, besef je hoeveel dat is? Zeg maar, zoveel worden mijn video's bekeken in misschien anderhalf jaar. Dus echt heel erg veel. En deze vrouw die springt een paar keer en speelt me eigenlijk uit wat ik in 2 jaar doe. Leuk. 22,4 miljoen likes, The Rock. Oh, nummer 16. Oké, ja, dit is wel leuk. He, ze zijn natuurlijk best vrienden, best friend check. Ja. Maar The Rock, daar kan je ook niet boos op worden. We gaan door. We gaan gewoon gelijk door naar de top 10, dames en heren. Anders overleef ik deze video niet. Nummer 10, deze hond. Oké, honden zijn wel altijd leuk. Hij moet een klein hapje nemen, oké? Een gentle bite. Oké. Ja, ik kan deze hond niet afkraken. We gaan door naar nummer 9. Kisong Kim met 24,2 miljoen likes. Oké, dit ziet eruit alsof dit een grappig filmpje wordt. Waarom zijn TikToks... Hey, bro. Deze TikToks moeten allemaal kut zijn. Waarom vind ik ze grappig? Dit kan niet. Dit kan niet. Ik dacht dat ik alleen maar dansende chicks ging zien. Er moet toch iets mij teleurstellen, nog of niet? Nummer 8. Stel ik like that. Oké. Als dit het enige is... Dat is gewoon dansen in openbaar. Is dit... Oké. Die zag ik niet aan. Dat is op zich best wel grappig. Oké. Waarom zijn ze grappig? Daarin begin ik TikTok nog leuk te vinden. Dat kan niet. TikTok is cringe. Ik heb zelf ook TikTok trouwens. TikTok 1, 2, 3. Ik help TikTok om het minder cringe te zijn. Dus volg me even. Oké. Nummer 7. 25,6 miljoen likes. Weer precies hetzelfde? What the fuck? Deze man... Oké. Nu danst hij wel alleen, of wat? Met dat kindje. Dat was het. Wil je dus veel likes op TikTok? Want blijkbaar werkt het. Ga dan op een roltrap staan. En doe iets grappigs of een dansje. Echt fucking veel likes. Namelijk plek nummer 8 en plek nummer 7 is hij op een roltrap. We gaan door naar nummer 6. 25,6 miljoen likes. Laat me maar eens zien waarom. What I wear to the fashion week in... Jess, oké. Ja, what the fuck? Oh, wat? Oh, zij is...
Oh, wacht. Mijn jeugd. Zij is die actrice die echt gewoon in die shit speelt. Ik weet niet of jullie het allemaal kennen. Misschien zijn sommige van jullie te jong. Maar je had dus zeg maar, vroeger op Disney had je dus Jessie. En dat speelde zij de hoofdrol in. En The Sweet Life on Deck met Zack en Cody. Zo zag zij er ook precies uit in die serie. Dit ken ik niet. Dit zal wel later allemaal zijn. Dit ken ik ook niet. Maar dat, dit vind ik wel... Oké, dit bracht jeugd omhoog. 25,6 miljoen likes is misschien een beetje te veel. Nummer 6 is een beetje overdreven. Maar we gaan door naar de top 5. De top 5 meest gelikte TikToks met 25,7 miljoen likes. En deze gast staat voor de winkel en krijgt waarschijnlijk eten omdat hij een zwerver is. Of niet? Ja. Ja, weet je, hier kan ik niet op haten. Hier kan je gewoon niet op haten. Oh, ja, ik kan... Nee. Hoe kan je hier op haten? Een zwerver die eet en drinkt. Daar kan je niet op haten. We gaan door naar nummer 4. Nummer 4 is Billie Eilish. 27 miljoen likes. Jezus. Oké, dit is het. Dit is wat ze doet. Dit is echt gewoon puur te veel likes krijgen omdat je Billie Eilish bent. Fair enough, ik accepteer het. We gaan door naar de top 3. Ja, we zijn alweer in de top 3. En tot nu toe ben ik eigenlijk verbazendwekkend niet echt teleurgesteld. We zijn hier nummer 3. 27,2 miljoen likes is... Dit is 27,2 miljoen likes. Ja, maar... Oké, ik snap dat het een mooi filmpje is, maar de nummer 3 van heel TikTok? Dus je wil even wachten. Wacht even. 27,2 miljoen likes. Waarschijnlijk 400 miljoen views of zo. Of 500 miljoen views. Zoveel views heb ik nog niet eens in totaal gehaald. Niet eens dichtbij. Volgens mij heb ik in totaal iets van 110 miljoen views op mijn YouTube kanaal. En deze video, deze rotzooi, wordt 5 keer zoveel bekeken dan mijn... kanaal. Ik denk dat ik gewoon bij het strand ga staan in plaats van daadwerkelijk moeite doen. Ga gewoon een beetje water filmen. Oké, we gaan door naar nummer 2. Hier kan ik niet tegen. Ah! Oké, nummer 2. Dit wordt je ziet al gewoon uit het filmpje dat dit leuk wordt. 33,4 miljoen likes. Een kat zien we. We gaan kijken. Dit is de tweede meest gelikte TikTok ooit. Oh. Dit is gewoon koude cute. Dit is wel echt heel cute. Oh, even nog één keer. Kijk dat hoofdje. Ja, maar kijk, weet je wat het is? Die kat zit zeg maar op de camera te slaan. Die zit gewoon zelf te liken. Vieze kut kat. Nee, je kan niet haten deze kat. Oké. Zijn we er klaar voor, dames en heren, koeken en peren? We gaan nu naar de meest gelikte TikTok. De meest gelikte TikTok. Dus er is geen enkele TikTok op deze hele planeet met meer likes. Dit filmpje moet super hilarisch zijn. Super grappig. Weet ik veel wat het heeft. Kattenhonden, het beste filmpje die heel TikTok te bieden heeft. Want ja, die heeft de meeste likes. Dus dan vinden de meeste mensen die leuk. Wat zal het zijn? Let's go. Even opnieuw. De meest bekeken TikTok, de meest gelikte TikTok, de allergrootste TikTok van heel de wereld. Dit. En ik moest je heel eerlijk zeggen, ik dacht van, oh, de TikToks zijn eigenlijk best wel leuk allemaal. En dan komt de nummer 1 en die verneukt het allemaal. Letterlijk het enige wat ze doet, dames en heren. Echt het enige. Dit. En dan ben je... En dan weer terug. Ik ben er klaar mee. Vandaar dat ik op YouTube zit. Maar ik zit ook op TikTok. Want je moet natuurlijk wel een beetje bij de trend blijven. Dus volg me op TikTok. Nee, volg me niet op TikTok. Fuck TikTok. Volg me op Instagram. Ik ga wel reels posten. Dat is veel beter. Hetzelfde als TikTok, maar dan op Instagram. En weet je? Volg me op Instagram. @Mick van YouTube. Zou ik waarderen. Vond je een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Kun je ook nog kijken naar de... Top 10 meest bekeken YouTube viral video's. Kunnen we doen. Laat weten in de reacties wat jullie nog van mij willen zien. Misschien hebben jullie een heel leuk video idee. En ga ik het daadwerkelijk doen. En als het dan echt een heel leuk video idee is, geef ik je ook een shout-out in die video. Wil je nou meer video's van mij zien? Klik op een van deze 4 video's. En dan zeg ik zoals altijd, Mick out.